Yo boys, Kampersk hier en welkom bij een nieuwe FIFA 20 video. Vandaag gaan we eens iets anders doen. De laatste dagen is het echt triest qua SBC's. En ik heb een main account en ik heb ook een tweede account. Op dit account heb ik nog niet gespeeld, maar op dit account heb ik me een FIFA 20 gepreorderd. Om hem eigenlijk vroeger te kunnen spelen. En we gaan hier is pakketjes open doen. Die 100k die ik hier heb opstaan, is van mijn pre-order packs. Eigenlijk altijd alles verkocht. In mijn club zit eigenlijk helemaal niets. En we gaan nu eens pakketjes openen. Dus kijken wat we voor 100k aan pakketten kunnen krijgen. En ik denk dat we die promo packs gaan open doen. 4 stuks. Ja, dat gaan we doen. Oké, pak nummer 1. Let's go. Kom aan, EA. Dit is trouwens een insane team van de week ook. Dit is wel iets in ieder geval. Een inform. Geen Messi. Who the fuck is dit? Wanga. Ik denk dat die gewoon discard prijs is. Tolisso, oké. Ja, die is gewoon discard. Dus die kunnen we gewoon meteen weggooien. De rest die ga ik allemaal verkopen op de transferlijst. En die gaan we discarden. Oké. Pak nummer 2. Kom aan, jij. Een walkout zou wel nice zijn in een van die pakketten. Dit is volgens mij ook weer iets. Een walkout, sowieso. Duitsland. Goalkeeper. Neuer. Nice. Ik weet niet of dat die nog iets waard is ondertussen. En wat zit er nog bij in? Oké. Okay. Kijken, voor hoe gaat het Neuer, jongens? Niet veel. Misschien een 20k of zo. Maar alles naar de transferlijst. Die gaan we wel allemaal eens verkopen. En dan kunnen we misschien ook eens een keer een video mee doen. Pakketje nummer 3. Oh nee, walkoutje nog eens. Weer een walkout, oké. En precies wel goede pakketjes. Belgium, centerback. Vertongen of Alderweireld. Alderweireld, oké. Okay. Alderweireld gaat golven. Die is volgens mij helemaal niets waard. Misschien 10k of zo. Alles naar de transferlijst. En die gaan we verkopen allemaal. En het laatste pakketje voor deze video, jongens. Come on, EA. Back to back to back walkouts. Het zou netjes zijn. Maar geen walkout. Maar toch weer een 83er. Voor de rest niet speciaal. Alles naar de transferlijst. Zo jongens, dit krijg je dus voor 100k aan pakketjes kopen. Dit waren wel promo packs, 25k pakketten. Je kan natuurlijk ook altijd deze pakketten kopen. Of dat die het waard zijn, dat weet ik niet. Maar dit krijg je dus voor 100k pakketten. Dat was het voor deze video en ik zie jullie graag terug in de volgende. Ciao, ciao.